Hallo allemaal, welkom bij Bibi van Bibi van Your Unique. En vandaag wil ik, zoals jullie weten, heb ik nieuwe splurge oogcrème schaduw kleuren aangekregen. En ik wil die vandaag gaan testen, als mede ook een van de zelf samengestelde paletjes. En ik wil daar een kleine make-up mee gaan doen. En natuurlijk starten we daar altijd onze primer. Met onze primer. Ik wil het ook even hebben over de stapelkortingen. Die zijn nog geldig tot eind deze maand. En als jij dus productjes wilt aan een geweldige korting, dan ga je gewoon via mijn link naar de kudo's van de maand. De maandpromos. Stel jouw stapelkorting samen. En geniet van geweldige kortingen. Bestel je 3 producten, heb je 15% korting. Bestel je 4 producten, heb je 20% korting, sorry. En bestel jij 5 producten, dan heb jij 25% korting. Dus ik ben nu gestart met mijn primer aan te brengen. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Mijn vraag aan jullie is, het is vakantie, wat zijn jullie vakantieplannen? Wat ga je doen vandaag? Ik zie dat ik 1 kijker heb. Welkom in deze live. Schrijf iets in de comments, zodanig dat ik je persoonlijk kan welkom heten in deze live. En ik hoop dat je kan meegenieten van een make-upje die ik ga doen met 2 nieuwe kleurtjes van onze splurge reeks. Ik ga kijken of ik ze juist vasthoud. Van onze splurge reeks. Ik heb nieuwe kleuren ontvangen. En ik zou die graag eens willen gaan testen. Nu, alles staat hier redelijk ver. Ik heb weer een constructie moeten bouwen, omdat mijn staander kapot is. Ik heb nog altijd geen andere gevonden. Dus ik heb een constructie moeten bouwen om mijn tablet toch mooi recht te kunnen zetten. Voilà, ik heb de primer aangebracht. Dat is de basis eigenlijk voor elke make-up. En dan gaan we natuurlijk onze foundation en onze... Ik ben even aan het kijken naar mijn foundationborstel, mijn spons. En mijn camouflage. Ik ga mijn camouflage zetten. Voilà. En ik ga proberen zoveel mogelijk in de camera en mijn spiegel te gebruiken. Want zonder bril zie ik niet goed ver. Dus moet ik het een beetje uitzoeken hoe we het gaan doen. Schrijf iets in de comment. Wil je een beautyvraag beantwoord hebben? Stel het in de comment. Ik beantwoord ze graag. Daarom ben ik hier om jullie tips en tricks te gaan geven. Roodheid werk je een beetje weg met groen. Voilà. Hij is bijna op. Ik zal moeten bijbestellen. Voilà. Ziezo. En dan gaan we onze liquid foundation gaan gebruiken. Deze kan je dus in je maandpromo gaan steken. Al de producten die ik nu laat zien, kan je dus in je maandpromo gaan steken om jouw stapelkorting te gaan krijgen natuurlijk. Dus 3 producten 15%, 4 producten is 20% en 5 producten zijn, 25%. Dus je kan van alle soorten make-up gaan kiezen in je combinatie. Alleen bijvoorbeeld van een oogschaduw is het 1 kleur die telt in je kudo en geen 2 potjes van kleuren die tellen in je kudo. Dus ik ga ze biets even samenstellen, een aantal setjes, zodat je een ideetje hebt van hoe je dus je setje kan gaan samenstellen en wat kan en wat niet kan. De Unology, onze skincare line, die zit daar niet in begrepen. En ik moet dringend mijn druppelaar eens nakijken. Normaal zijn 4 druppeltjes genoeg om je foundation te gaan aanbrengen. Maar voor mij is dat het met een druppelaar niet meer werkt.
En dat is met een speciale borstel met een gaatje erin. Normaal doe je dat in je gaatje. En dan gaan we onze foundation gaan aanbrengen met de borstel. Ik gebruik het kleur organza. Ja, het kleur organza. Ik heb juist genomen met vlucht te zijn. Je oog mag je meenemen. Ik zeg het nogmaals, als je vraagjes hebt, stel ze gerust in de comment. Ik ben er om ze te beantwoorden. Eventjes dichter gaan. En even bijnemen. Normaal zijn 4 druppeltjes meer dan voldoende, maar ik kan er niet echt druppels uit krijgen. Er is iets met mijn pipetje. En ik denk dat ik hem eens goed ga moeten afspoelen. Voilà. Nu, mijn vakantie. Ik heb een week en een half ongeveer in België gezeten. De meeste mensen weten dat ik regelmatig naar België kom. Maar ik ben nog van plan om naar Kroatië te gaan, een weekje, met mijn zoon. En weet dan dat als jij als Unique Representer werkt, dat jij overal ter wereld online je business kan gaan doen. Dus ondanks dat als ik op vakantie ben, blijft mijn business gewoon doordraaien. Waarom mijn webshop is 24 uur op 24 uur open. Ik sta bijna 24 uur ter beschikking. En als je zegt van kijk, ik vind dat ook wel leuk, zoiets doen. Op social media bezig zijn. Ik ben gestart met dit. Met de gedachte van ik zit toch veel op Facebook. Waarom kan ik dan geen make-up merk gaan promoten en tevens betaald worden? Met deze hele leuke job. Nu, ten andere, ik ben een make-up artist. Ik was al zo into make-up en schmink en opmaken. Dus voor mij was dat een hele kleine stap. Maar ik weet ook dat er best mensen zijn die ook nog iets bijzoeken in deze tijd. En ook heel veel op social media zitten. En toch dit misschien zien zitten. Dit heet Influencer Brand Ambassador voor een merk. En ik moet zeggen, als je voor Unique gaat. Dus we gaan afpoederen met onze bronzer. Als je werkt voor Unique, dan ga jij hun merk gaan promoten via lives, via je businesspagina. En voor elke verkoop krijg jij dan een klant die aankoopt, krijg jij dan een kleine vergoeding omdat jij die klant hebt aangebracht. Dit is een affiliate eigenlijk. Goed, ik wil maak je geen reclame voor een bepaalde parfum, voor een bepaalde winkel, voor een bepaalde tandpasta of eender wat. En hoe dikwijls ben je daar eigenlijk al voor betaald geweest? Nooit. Ik ben daar nooit voor betaald geweest. En het is met Unique zo geweldig. Jij krijgt een persoonlijke affiliate link. En de mensen kopen op die link. En via die link weet Unique dat iemand bij jou gekocht heeft. En dan kan jij 20% van die klant zijn aankoop, krijg jij van Unique 20% daarop. Dus hoe geweldig is dat?
Voilà, ik had gezegd dat ik een make-up ging doen met de nieuwe kleurtjes van de splurges. Ik ga even mijn bril aanzetten. En het eerste is de Rapturous. Dat is dat diep paarse kleur. Een van mijn lievelingskleuren. En het tweede kleur is de Unfazed. En dit is een beigeachtig naar iets purperachtig tintje. Ze zijn zo moeilijk te definiëren, de kleuren. Maar eens dat je ze op hebt, zijn ze helemaal prachtig. Dit zijn crème eyeshadows. En crème eyeshadows die zijn heel gemakkelijk aan te brengen. Ze zijn ook zeer sterk gepigmenteerd. Dus dat wil zeggen dat je dus het geleidelijk aan moet gaan opbouwen. Omdat ze dus zo sterk gepigmenteerd zijn. Ik ga eventjes alles dichter zetten. In de hoop van dat ik toch mijn spiegel kan gebruiken. En ik begin met het donkerste kleurtje. En daar ga ik mijn crease mee zetten. En ik zeg het nogmaals, het zijn zeer sterk gepigmenteerde kleuren. Dus het is heel zacht opbouwen. Heel zachtjes. Voilà. Als je vraagjes hebt, stel ze gerust. Ik ben er om je te helpen. En door mijn constructie zie ik niet ver genoeg. En is het een beetje moeilijker voor mij om te zien. Maar ik corrigeer strakjes bij om de selfie te pakken. Dus zeg jij, als jij graag wilt om iets bij te verdienen via social media en je ziet dat zitten, stuur mij een PM'tje. Ik help jou heel graag starten. Hallo Katie, leuk dat je kijkt. Ik help je dan heel graag starten om social influencer te worden van Unique. Want het is echt heel geweldig. Je leert heel veel collega's kennen. Er is een hele leuke sisterhood. We steunen elkaar. We geven opleidingen. Je krijgt opleidingen van het bedrijf. Je wordt heel leuk betaald. Het is dus echt gewoon geweldig. Ik ga even mijn andere borstel nemen. Ik zie dat ik twee kijkers heb. Stel je gerust voor in de comment. En... ik heet je van harte welkom in deze live. Vandaag gaan we de twee kleurtjes proberen natuurlijk van onze splurge crème eyeshadows. En het ene kleur is de Unfazed. Dit is de Unfazed. En dit is de Rapturous. Het diep paarse kleur Rapturous. Dus we gaan nu de Unfazed gaan aanbrengen. Je moet ze wel geleidelijk aan opbouwen, want ze pigmenteren enorm. En het leuke van die splurges is dat ze dus heel leuk mengen, blenden.
Maar ze zijn sterk gepigmenteerd, dus je moet echt gaan opbouwen. Nu, een crème eyeshadow haal je er makkelijker af dan een minerale eyeshadow. Voilà. En highlighten ga ik eigenlijk doen met een van de kleuren van mijn samengesteld palet. Ik heb gisteren het palet samengesteld, dus zoals je ziet, dit zijn de kleuren. Dit is mijn ander palet. Eventjes open doen. Dit is mijn ander palet. Maar ik ga met een bijna huidskleur mijn wenkbrauwboog gaan highlighten. En dit ga ik doen met de kleur Timid. Dit is de kleur Timid. De bovenste. Vraagjes, stel ze gerust. Wederom geleidelijk aan opbouwen. Want dit zijn de gepreste mineralen make-up. En die is ook zeer sterk gepigmenteerd. Dus we gaan altijd een beetje afdeppen als we wat te veel hebben. En gaan we voorzichtig en dan gaan we subiet ook alles gaan uitblenden, zodanig dat alles mooi overloopt. Voilà, dan nemen we de blendborstel. Waar is die? Ik speel altijd mijn borstels kwijt. Dit is hem niet. Ja. Voilà. Uitblenden doen we om de harde lijnen wat te vervagen. En dat doe je door goed je huid op te spannen. Voilà. Ziezo. Dit was de oogschaduw die we hebben aangebracht. En de volgende stap is natuurlijk de eyeliner. Omdat ik zo ver zit, zie ik natuurlijk niet zo goed. Maar ik neem straks een selfie. Dat is het leuke eraan om ambassador te zijn. Je kan make-ups creëren, je kan producten voorstellen. Je neemt de selfie, je plaatst die op je social media en je krijgt gewoon reacties daarop. En dat is gewoon geweldig. De mensen vragen van, hey, wat gebruik jij als blush? Wat gebruik jij als mascara? Wat gebruik jij als foundation? Nu, ik heb nu mijn ogen gedaan. We gaan onze wenkbrauwen bijwerken. En dat doe ik met het Brow Palette. Een geweldig palet. Je kan ermee highlighten, contouren. Je kan er je wenkbrauwen mee inkleuren. Je kan er je wenkbrauwen mee shapen. Het is een zeer volzijdig palet eigenlijk. En je ziet ook de stapjes staan op je palet. Stap 1, 2, 3, 4, 5. En je volgt gewoon de stapjes.
En ik was vroeger niet into wenkbrauw shapen, omdat ik daar geen straffe held in was. Hello Sandra, thanks for watching. Geen straffe hero was in wenkbrauwen shapen. Maar oefeningbaar kunst. Bij een ander gaat dat. Waarom? Je hebt meer beter zicht. Maar bij jezelf is dat altijd veel moeilijker. Nice for watching me, Sandra. How's everything over there? Just tell me. I'm curious. Dus wenkbrauwen shapen was helemaal niet echt mijn ding. Ik ben er nog steeds niet echt heel goed in. Maar hoe meer je doet, hoe beter. En je kan niet alles kunnen in één keer. Toch zeker niet. En make-up bij jezelf is veel moeilijker dan make-up op een ander gaat doen. Maar ik zeg het, dat wenkbrauwpaletje is echt heel leuk om mee te werken. Trouwens, ik heb een deel voorraad. Dus de mensen die iets willen bestellen. Oh, it's cold. Ja, yeah, here it's in the morning 16 Celsius. And in the afternoon it will be 30, 34 degrees. But today it's less hot and less sunny. But it's not raining. Things are good here. Hoeveel verschillende kleuren heb je in de potjes oogschaduw? Van de speurtjes zijn er nu niet meer zoveel, maar ik heb nu, ik had er 6. Ik denk dat ik er nu 12 heb. 12 kleuren. Maar ik heb gezien in de nieuwe catalog dat er belangen zoveel kleuren niet meer zijn. Want de speurtjes gaan er stilletjes aan uit. Dus als een kleur op is, komt die niet meer terug in stok. Dus dat wil zeggen, op is op, want er komen 15 nieuwe producten dit jaar eraan. En ik ben dus bezig eigenlijk mijn stok nu te gaan aan verminderde prijs te gaan verkopen. Waarom? Ik wil terug investeren in die 15 nieuwe producten, zodanig dat ik de klanten nieuwe producten kan laten zien. En dat het voor de klant dan interessant blijft om te kijken natuurlijk. Maar er komen 15 nieuwe producten en hoe geweldig is dat? Om je wenkbrauwen vast te zetten gebruiken we dan natuurlijk het waxje. Dit is het waxje. Blijven je wenkbrauwen de ganse dag mooi zitten. Dus wil jij een wenkbrauwpalet? Ik heb er 3 op voorraad. Voor €35 in plaats van €42. Dus ik geef er een kleine korting op. Het is de maand van de stapelkortingen. Daarmee geef ik een kortingje erop. Dus wil je iets bestellen, dan... Wil je iets bestellen, dan stuur je mij gewoon een PM'tje en ik kan jou uitstok. Ik heb tevens ook 20 4D-mascara's liggen. Dus heb je interesse in de 4D-mascara, stuur mij een PM'tje. De 4D-mascara is aan €26 in plaats van €31,50. Dus er zit een kleine korting op. Ik heb er 20 liggen, dus die moeten eerst de deur uit voor ik een nieuwe voorraad aankoop van de 4D-mascara. Uiteraard. Deze gaat niet uit het gamma. Die blijft erin, want het is ons top product. En dat gezegd zijnde, gaan we aan onze wimpers gaan werken. En ik gebruik altijd de Lash Primer. De Lash Primer. Die verzorgt mijn wimpers. Die verzorgt mijn wimpers en voedt mijn wimpers. Kijk maar eens hoe lang.
Hallo Yvonne, dank je om te kijken. Kijk naar mijn lange wimpers. Ik gebruikte het serum 4 weken en daardoor zijn mijn wimpers zo gegroeid. Inderdaad, wij hebben een wimperserum in ons mascara assortiment. Het is een moment om je combinatie en dan krijg je 15% korting als je je serum, je primer en je 4D mascara aankoopt, krijg jij 15% korting deze maand. Dus hoe geweldig is dat? Even laten opdrogen. Ik ga er wel mijn blush al aan doen. Even laten opdrogen voordat je dus je mascara, je gewone mascara of je 4D of je waterproof mascara gaat aandoen. Trouwens, al de productjes die ik nu in de live heb laten zien, die kan je dus gaan aankopen in de maandpromo. Dus dat wil zeggen, jij kan zelf je set van 3, 4 of 5 producten samenstellen. En naar gelang het aantal producten kan jij dus een korting krijgen. Voilà. Ik heb de nieuwe kleurtjes van de Splurge geprobeerd. Hi Nira, dank je om te kijken. Ik heb de nieuwe kleurtjes van de Splurge geprobeerd. Eentje is er een face. Die had ik nieuw binnengekomen. Dit is hem, dames. De Unfaced. En de Rapturous. Het diepe paarse kleur van Unique. Hoi, Nira. Dank je om te kijken. En ik heb dan ook een kleur van mijn nieuw zelf samengesteld palet. Ik heb er 2, dames. Ik heb er nu in totaal 3. Ik heb er 2. En ik heb eigenlijk 2 kleuren dubbel besteld gehad. Daarmee heb ik ze er niet in gestoken. Maar ik heb de timide gebruikt ook. De timide. Dit is dus de bovenste. Deze. En dit is mijn ander palet. Voilà. Dit is mijn ander palet. Hoe geweldig is dat? Ik heb daar gisteren al een look mee gedaan. Grote potjes. Ja, zo groot zijn ze niet hoor, Nira. Ik geloof dat er iets van een 5 os in zit. Dat is een Amerikaanse gewichtseenheid. Ik weet niet hoeveel gram dat is. ik heb mijn blush aangedaan. Ja, voilà. We gaan verder met onze mascara aan te brengen. Met een primer. Ja, die is heel mooi. Heel mooi. Echt, Yvonne. Voilà. De 4D mascara, wat doet die? De meeste mensen die kennen de 4D mascara voor de nieuwkomers en die juist inpoppen. Hoe heten die oranjeachtige tinten? Wacht, een moment. Ik ga even kijken. Deze. Ik ga mijn bril opzetten, Nira, want zoals je weet kan ik niet van ver lezen. De bovenste is de Understood. De onderste is de Melodious. En de bovenste is Hesitant. En dan de Transcendent is deze. De andere gaat meer naar de oranje. Meer naar de gele kant op. Ik schrijf je straks de kleuren even op, Nira. En dan van deze palet. Wacht, ik ga nog herhalen. En de Hesitant. Hesitant. Melodious, Understood en Hesitant. Prachtige kleuren. Echt waar. Het zijn neutrale kleurtjes, maar ze poppen wel echt. Ik heb gisteren met een aantal van die kleuren ook een make-upje gedaan. Dus, ik zou beter mijn bril afzetten. Graag gedaan. Daarvoor zijn we. De 4D mascara die gaat jou. Ik geef je subiet de kleuren door van de palet, Yvonne, of van de splurges. Welke wil je weten? Schrijf het even in de comment. De 4D mascara is een wimperverlengende mascara voor de nieuwe mensen die inpoppen en het nog niet goed weten. En die wordt met een speciale techniek aangebracht, namelijk de Wiggle Wiggle Swipe Omhoog techniek. Zodanig dat je fibers aan je wimpers zich vast. Ik ga ze straks doorgeven, schat. De kleuren van het palet. Ja, kijk, een paar comments naar boven, Yvonne. Ze staan vermeld.
Nira heeft ze opgeschreven. Voilà, we gaan ze aanbrengen. Dus de wiggle wiggle swipe. En mijn mascara is bijna op, maar hij blijft het doen. Moet een paar keer meer doen. Maar hij blijft het doen. Kijk hoe lang dat mijn wimpers zijn. En ik moet echt dicht gaan zitten. Hij is bijna op. Ik moet echt schrapen in mijn potje. Onze mascara is op basis van bijenwas. Dus het is een natuurlijk ingrediënt. Vermindert geen, veroorzaakt geen allergische reacties. Tenzij je voor de bijtjes allergisch bent, dan is hij ook niet aan te raden. Maar mensen die dus extra gevoelig zijn aan hun wimpers, aan hun ogen. Dit is een ideale mascara. Hij is op basis van bijenwas. Wat wil het zeggen? Als het iets frisser is, dan stijft hij ook. En dan kan je hem een beetje voorverwarmen in je hand. Dan brengt hij makkelijker aan. Mijn mama belt nu. Die liggen in het ziekenhuis. Voilà, één laag. Ik ga straks. Ik krijg hem niet af. Mijn telefoon. Sorry, dames. Tweede laag. Voilà. Kijk naar de wimpers. Oh my god, als je echt lange wimpers wilt. Ik zeg het, dames, bij mij is hem nu, ik heb een voorraad van 20 stuks. Je hebt hem voor €26 bij mij nu. Tijdelijke actie. Gezellig muziek. Ja, de telefoon. Dus, je hebt hem. In plaats voor €31,50 kan je hem nu bij mij krijgen, omdat ik hem op voorraad heb en in bulk heb gekocht. Krijg jij hem aan €26, de mascara. Dus dat is een hele leuke korting. Stuur mij gewoon een PM'tje en ik geef jou die korting. Dan het volgende item waar ik zo wild van ben, die upper lip stains. Onze lippenstiften op basis van water eigenlijk. En deze reeks van lipstiften heeft hele felle kleuren. Nu, ik ben niet into felle kleurtjes. Ik heb deze eigenlijk gratis gekregen op een conventie, op een bijeenkomst van Unique. En ik dacht, what the heck, ik probeer het eens. Maar ik ben zo gek van dit kleur. Het heet Skittish. Het is zo echt into roze. Ik was vroeger geen roze Mieke of een purperen Mieke. Maar sinds ik bij Unique werk, zelfs mijn nagels zijn purper. Voilà, dit is dus de lippenstift. Is een waterbasis. Hij is waterig. Je kan hem aanbrengen. Ik heb het geprobeerd met een lippenpenseel, maar om fijner te werken. Maar dan merk ik dat het ook niet goed opgenomen wordt op het borsteltje. Dus ik doe het met de applicator. Maar met applicator kan je niet zo fijn werken. En ik zit er al uit. Oh.
Ja, Yvonne, dat is mijn lievelingskleur, de skittish. Die kan je dus goed laten opdrogen. Dus terwijl dat die droogt, ga je niet eten, ga je niet drinken, ga je niet roken, want het plakt aan je sigaret, plakt aan je glas. Maar als hij eenmaal opgedroogd is, dan blijft hij tussen de 8 en 12 uur zitten. En het is zelfs zo, 's morgens sta je nog met een randje op. Dus hij blijft enorm zitten. Je moet dus tussendoor niet meer gaan lippen stiften. Hij blijft geweldig zitten. Dus de mensen die de lipstain willen, ik heb nog 2 kleuren op voorraad. Dus normaal is die 26 euro, je kan hem voor 20 euro hebben. Dus stuur mij gewoon een PM'tje als jij zegt van ik wil dat graag hebben. Voilà, we hebben het gehad over onze kudo's. We hebben het gehad over de make-up die ik gebruik. Ik wil nog eventjes een aantal suggesties doorgeven dat je kan aankopen in een kudo en je kortingen gaan krijgen. Voilà, als jij bijvoorbeeld de lash primer en de 4D mascara bijvoorbeeld en de foundation wil, heb je 15% korting. Wil je er nog een splurge bij, is het 20% korting. Zeg je van, ik wil er nog een primer bij, dan is het 25% korting. Nu, ik geef nog een suggestie dat je kan kopen. Een foundation, een primer, een eyeshadow. Deze combinatie, wederom 15% korting. Zeg ik wil er een borstel bij, dan is het 20% korting. Zeg je ik wil er nog de wenkbrauwpalet bij, dan heb je 4-5 producten met uw dingen, dan heb je 25% korting. Dus je kan oneindig in onze shop gaan combineren. Tot 5 producten om tot 25% korting te gaan krijgen. Heb je daar hulp bij nodig? Stel het me gerust. Stel mij gerust de vraag om je te helpen. Ik ben er om je te helpen. Zijn er dames die zeggen, ik wil starten als influencer. Dat lijkt mij leuk om lives te doen. Dat lijkt mij leuk om Unique te gaan promoten via social media. Alles wordt jou geleerd. Dan kan jij gaan starten met een startersbox die helemaal geweldig is. Er zit voor bijna 500 euro aan full-size producten in. En je kan hem aanschaffen voor 107 euro. Dat is een kleine investering in jouw toekomst. Had ik een jaar geleden die investering niet gedaan in mezelf, in mijn toekomst, dan had ik nu niet gestaan waar ik nu sta in Unique. En het is een geweldig bedrijf om bij te werken. Ik ben op 10 maanden doorgegroeid naar Green Status. Dat wil zeggen dat ik een team leid, dat ik een team opleid, dat ik een team begeleid, dat ik een verantwoordelijkheid krijg om de mensen te helpen ook hun business te doen groeien en ook door te groeien in het bedrijf. En ik vind het zeer leuk om te doen. Je kan niet enkel je richten op verkoop, maar je kan ook je eigen sales team gaan uitbreiden. En ik vond dat zo geweldig om te doen. En ik vind het steeds leuk om het te doen. Ik heb een geweldig team dat zich enorm inzet, enorm leergierig is. En ik zeg het nogmaals, als jij dit ook wilt en maandelijks een leuke cent bij verdienen, wel, kom gerust bij mij informatie vragen van hoe wij te werk gaan. En ik neem je heel graag op in mijn team. En mijn collega's van mijn team zullen jou ook heel graag hartelijk welkom heten. Want wij zijn geen concurrenten van elkaar. Wij leren van elkaar. Ik hoop je te zien in de volgende live morgen. En dan denk ik dat ik weer een hele leuke make-up ga doen. Met een van mijn 2 nieuwe favoriete paletten. Trouwens, al de minerale make-up, zowel de splurges als de paletten, als de moodstruck paletten, zijn mijn favoriete producten. Ik hoop je te zien in de volgende live. Ik dank je om te kijken.
Deel mijn live, deel mijn post, like mijn post, like mijn pagina. Denk eraan, ik zit op 322 mensen, denk ik, die mijn pagina geliked hebben. Deel de pagina, vraag of dat ze hem liken, want bij 350 likes geef ik een leuke make-up tas gevuld voor 216 euro aan make-up gewoon weg. Ik geef er één weg onder de 350 likers. Dank je. Dag, tot morgen. Dag.